Beste allemaal, we gaan weer verder met Bijbel lezen. En we pakken hem op bij waar we vorige keer gebleven zijn. En dat is bij het boek Genesis, eerste boek van het Oude Testament, hoofdstuk 9. Vers 1 hebben we vorige week gehad, maar die zullen we er wel weer even bij gaan betrekken vandaag. En als eerste heet ik van harte welkom mijn twee wonderschöne Duitse gasten. Maar we gaan toch Nederlands spreken? Ja, daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen, hè, wij Hollanders. En nu zeggen wij gedag tegen de Duitsers in het Nederlands. Goedenavond. Goedenavond. Mm. Hartelijk welkom. Moet ik mij nu als Duitser aangesproken voelen? Of als... Ja, maar ja, precies. Wat ben je eigenlijk, Jurgen? Je bent meer een bewoner van deze aarde, denk ik. Ik ben een schepsel van onze Heer in de hemel. Ja. Die heeft het bevallen om mij in Duitsland te laten geboren worden. Uh-huh. En mij dan later te verhuizen naar België. Ja, ja. Daar zit ik nu nog altijd. Uh-huh. En enkele jaren geleden heb ik mij, zoals ze dat noemen, genaturaliseerd. En nu ben ik blijkbaar Duits. Alleen nu ben ik blijkbaar Belgisch. Ja. En ben mijn Duits af. Maar dan heb ik onlangs mijn rijbewijs vernieuwd. Uh-huh. Omdat ik daarvoor daar... dingen daar voor de taxichauffeur gaan werken. Mm-hmm. En daar heb ik toch een papier gehad. Ik heb daar zo'n voorlopig rijbewijs voor gekregen. En daar staat bij nationaliteit Belgisch en Duits. Daar staan ze allebei op. Oh. Als ik een keer op het stadshuis was en ik vroeg wat moet ik doen om van die idiote Belgische nationaliteit af te geraken en mijn Duitse terug te gaan krijgen. Ja. Oder moet je met al je papieren gelijk geboorte bewijzen, al dat naar de Duitse ambassade en dit en dat? Kan ik zeggen, ja, laat maar zitten. Oh. Dat is mij allemaal veel te moeilijk. Dus ik leef momenteel in België, maar ik ben een schepsel van onze Vader in de hemel, die het momenteel pleziert om mij in België te houden. En wat dat van de toekomst wordt, dat weet ik niet, dat zullen we dan wel zien. Mm-hmm. Dus ik voel me aangesproken als je zegt van ik ben hier verzameld in de naam van Jezus Christus met mijn broers. Ja. Dan voel ik mij aangesproken en nationaliteit speelt voor mij geen rol. Nee. Groot verschil met veel andere mensen die het altijd hebben op nationalisme of patriotisme. Mm-hmm. Dat natuurlijk ook dingen zijn die enorm bevorderd worden in deze wereld. Mm-hmm. Omwille van sportevenementen. Want in sportevenementen, van zodra ze dus internationaal gaan... Als ze nationaal zijn, dan gaat het ook die stad tegen die stad. Hè? Dus vandaag weer Utrecht tegen Amsterdam, of weet ik veel wat. Hè? Ja. Om een keer met Nederlandse termen te spreken. Of Hamburg tegen München in Duitsland of zo. Ja. Of Anderlecht tegen Luik in België. Ja. Maar zodra het internationaal gaat, is die altijd van... Wij Belgen, wij zijn er ook bij. Of wij Nederlanders zijn er ook bij. Nee, de Nederlanders zitten voor 99,9% op een looie kont in de zetel. En een paar mensen die dezelfde nationaliteit hebben, doen een paar dingen. Ja. En bereiken dingen. En dat ganze land associeert zich daarmee. En daarmee wordt dan altijd patriotisme geleerd aan de mensen. In dat opzicht al. Ja, ja. En ze begrijpen niet dat ze op die manier hersengespoeld worden... Omwille van dat patriotisme is iets totaal antichristelijks. Het is iets van deze wereld. Mm-hmm. Als ik al een patriot zou zijn, en ik heb nu nog niet eens naar de etymologie van dat woord gekeken. Maar als ik nu eens een keer een patriot zou zijn, dan ben ik patriot voor het koninkrijk van mijn Heer Jezus Christus. En niet hier in deze stervende, dode, antichristelijke wereld. Ja, daar wil ik me niet mee identificeren. Precies. Maar zo krijgen ze die mensen al op een heel laag niveau. Hè? En dan gaat het altijd maar hoger en hoger en wordt moeilijker en moeilijker. En zo gaan ze u pakken in dit systeem dat je op het einde helemaal niks meer, ja, helemaal niet begrijpt waarover het eigenlijk gaat. Wat eigenlijk het belangrijkste is. Ja, ja. Ja, totaal met je eens. En jij, Michael, jij bent gewoon een Duitser, toch? Jij bent niet een tweede nationaliteit, bedoel ik, hè? Nee, ik ben gewoon Duits. Ja, maar dat wat Jurk zegt, dat geldt voor jou denk ik ook, of niet? Voor mij tenminste wel, hoor. Dat, op mijn paspoort staat Nederland natuurlijk. Maar ik heb verder eens... Ja, ik ben Nederland gewend. Het maakt niet uit. Als ik over de grens rijd en dan ben ik in Nederland en ben ik ook thuis. Ja. Ja, dat zou toch zijn dezelfde mensen die hebben dezelfde lucht, ne? Hetzelfde CO2. Ja. Ja. Dat is dus totaal waar. Of jij nu
Ik moet 10 kilometers rijden, dan ben ik in Nederland. Dus ik heb daar geen last van die mensen. Ik vind Italië leuk en ja, het zijn halt, ja, het is gewoon als. Ik heb het niet met nationaliteiten. Ja. Ik ook niet. Ik heb geen last van Nederlandse mensen. Ik heb Nederlandse vrienden en ik zou ook geen last hebben van Nederlandse vrouwen of zoiets. Ik vind Italië heel leuk en ik vind het mooi om te leren. Ja? Ik denk de hele leven, dat is dat je iets leert. Dat je ook met andere mensen kunt articuleren. En dat is ook een. Ja, het is heel mooi dat wij nu ook hier bezig zijn met de Bijbel. Hè? Ja, totaal. Nou, Jurk, jij mag wat mij betreft de daad bij het woord voegen. En het opnemen bij. Ja, misschien dat je met vers 1 wil beginnen. Genesis chapter 9, ja. Yeah. The 1611 authorized version of the King James Bible. Mm-hmm. And God blessed Noah and his sons and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth and upon all the fishes of the sea. Into your hand are they delivered. Oké. Dan pak ik hem op zijn Nederlands. En God zegende Noach en zijn zonen, en hij zeide tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde. En uw vrees en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelde des hemels, in al wat zich op den aardbodem roert en in alle vissen der zee. Zij zijn in uw hand overgegeven. En dan af. En God zegende Noah. Ja, bedankt. 3, 2, 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels und über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer. In eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen, wie das grüne Kraut. Habe ich euch alles gegeben. Yes. Dit is denk ik een hele mooie, Jurk. Kan jij hier wat over zeggen? Als eerste, ja, met het Engels dan? Ten eerste kan ik erover zeggen dat Michael nu vers 3 toegevoegd heeft, die wij nog niet gelezen hebben. Ja, ja. Maar ik vind het interessant dat we hier in vers 2 nu in één keer leren dat dus de wereld na de zondvloed een ganz andere wereld zal zijn als die wereld voor de zondvloed. Mm-hmm. Niet alleen is alles corrupte op dit moment vergaan wat God gedood heeft door de hele wereld onder water te zetten, mm-hmm, en alle mensen en alle dieren, al wat leeft, uit te roeien, behalve dat wat op de ark overleefd heeft. Mm-hmm. Maar als hem zegt in het begin, and the fear of you and the dread of you shall upon be every beast of the earth. Of in andere woorden, zoals we dat in het Nederlands kan lezen. Als je een keer die zijde wilt opendoen, dan kan ik dat in het Nederlands lezen. Ja, zeker. Je hebt hier op de Koning James staan. Mm-hmm. Ja, in de Statenvertaling. En uw vrees en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde. Of zoals we dan in Duits gelezen hebben, dat heb ik hier. Dat hem zegt, furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen. Dat geeft toch te bekennen dat de aarde na de zondvloed een heel andere is als daarvoor. Mm-hmm. Want ineens hebben de dieren schrik van de mens. Ja. Dat wil zeggen dat ze daarvoor dus geen schrik van de mens hadden. Ja. Dat impliceert volgens mijn verstand dat mens en dier in vrede met elkaar geleefd hebben. Ja. Ik kan niet zeggen dat de mens geen dieren gedood heeft, want tenslotte heeft de dieren gedood omwille van de offeringen. Ja. Want we hebben ja al helemaal in het begin van de Bijbel geleerd dat de eerste zonen van Adam en Eva ook al offeringen gebracht hebben naar de Heer. Mm-hmm. En dat alleen het offer dat bloed bevatte, het offer was dat God
befriedigt heeft, mhm. In sein Will tot wat hem als offering akzeptiert, mhm. en niet dat die offering uit eigen handen, mhm. maar niet dat de min hebben die mensen geleefd in eenklang, zegt men dat zo in Nederlands ook, in eenklang, in eenheid met de dieren. Ja? Ja, dat zeg ik niet helemaal zo, maar ik snap wel, ik denk ook met mij de andere Nederlanders. Ja, in Duits zeggen we im Einklang. No? Ja. Dat is dan ja, in eenstemmig kan je ook zeggen. Eenstemmig, ja. Ja. Of in één geest. In één geest kun je misschien zeggen. Ja. Ne? Of in harmonie. In harmonie. Ja, dat is een schoon. Dat is de beste. Ja, dat is een heel schoon woord. They were living together in harmony. Ja. Ebony en Ivory, ja. Dat is een andere uitzending, hè? Ja, ik weet, Michael gaat me straks na deze zending toch weer lastig vallen. Van, gaan we nog een zending in de Gender doen? Ik zou jou lastig vallen. Ja. Even tussendoor voor de mensen, want niet iedereen weet dat misschien. Maar Jurk en Michael die zijn met een hele interessante serie bezig. En die heet The Gender Agenda. Die is dan in het Duits, maar dat leren jullie dan maar een keer hoor. En daarin heeft vooral Michael heel veel onderzoek gedaan naar de achtergronden van de populaire muziek van sinds de jaren 60 en 70. Achtergronden bij Pink Floyd en de Alan Parsons Project en Amanda Lear. En daar hoor je dingen die had jij niet toen geweten. En misschien weet je die nu nog steeds wel niet. Dus even reclame voor de Gender Agenda. Terug naar Jurk. Dank je. Dank u, die we ondertussen omgedoopt hebben en die min of meer natuurlijk de satanische muziekagenda is. Mm-hmm. Maar met gender is het allemaal begonnen en gender is maar één onderdeel daarvan. Want de duivel smijt alles in één pot, roetkrachtig en geeft u dan van die breite eten. Hè? Ja. Dus dat is allemaal één en dezelfde soep. Maar dus, die punt waar ik op neer wilde is, in deze eerste verse van Genesis 9 wordt ons duidelijk dat de aarde ineens een heel andere is. Want in feite geeft God hier aan de mensen een opdracht. Of een opdracht is misschien niet het juiste woord, maar hij zegt hun ineens van, kijk, nu is het anders als daarvoor. Ja? Je moet niet verbazen als je nu ineens naar een katje wil toelopen en wil dat strelen dat dat katje van u wegloopt, want dat kat heeft ineens vrees voor u. Ja. Vrees zal zijn, hier is die Statenvertaling weer in Skype, dat ik het weer zie. Vrees en verschrikking zal over alle gedierte der aarde gaan van de mensheid. Ja. Iets wat daarvoor dus niet was. Dus we vinden ons geconfronteerd met een heel andere wereld. En dat gaat in de volgende versen ook nog een keer heel, heel duidelijk worden, met dat wat we nog gaan lezen. En dat is heel belangrijk om te verstaan, want in feite hebben de mensen dus voor de zondvloed anders geleefd, maar de aarde was ook anders. Mm-hmm. Ja? We gaan in een toekomstig deel, ik denk dat is kapitel 11 of zo, gaan we nog een keer leren, dat de aarde gedeeld wordt. Dat wil zeggen, we hadden één landoppervlakte, mm-hmm. en dan ineens kwam er een tijd waar dat de aarde gedeeld werd. Dat heeft te doen met Pelek, ja, een van de nakomen van die we hier later nog spreken. Mm-hmm. Die leefde in die tijd als de aarde gedeeld werd. Dus de lucht was anders. Mm-hmm. De atmosfeer in die wij geleefd hebben was anders. En dat is, gaat ja een klein beetje terug op dat wat we verleden week, of verleden keer ja, besproken hebben. Dat was ook verleden week. Ja. Mm-hmm. Dat we gezegd hebben van wij hebben vandaag de dag de zogenoemde geleerde klimaatverandering. Ja. Ik had de paus een keer willen zien in die tijd na de vloed, als hij dan gemerkt had hoe dat het klimaat dat toen veranderd geweest is. Ja. Ja? Ineens was er veel minder zuurstof in de lucht, er was veel minder CO2 in de lucht. Mhm. Dat heeft ervoor gezorgd dat die dieren zich ook anders ontwikkelden, want die dinosaurussen, die wir van voor de vloed kennen, hebben we ook nog na de vloed gehad, maar ze hebben nooit meer diezelfde kracht en grootte en al bereikt gelijk voor de vloed, omwille van dat ons hele omgeving, laten we zeggen, in die wij geplaatst zijn op deze aarde, veranderd zijn. Mm-hmm. En vooral dus den punt dat de dieren schrik voor de mensen hebben. En nu is een heel interessante punt die ik een keer eventjes aan de luisteraars of kijkers wil een keer vragen. Mm-hmm. Als de Heer zegt, en uw vrees en uw verschrikking zijn over al het gedierte van de aarde en over al het gevogelte des hemels en al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee, zij zijn in uw hand gegeven of overgegeven. Wil dat daarmee zeggen dat ik deze
macht die ich hier von Gott kriege, diese Schreck, die zij von mir müssen haben, ist das ein Freibrief, um diese Macht zu missbruiken? Ich soll sagen von nicht. Ik zou ook zeggen van niet, maar dat moet iedereen voor zichzelf beantwoorden. Daarom zeg ik, ik zal die vraag eens een keer naar de kijkeraars of luisteraars een keer stellen. Dan kunnen ze eens een keer in de commentaarsectie van deze video dan een keer op kan reageren. Ja. Bij wijze van spreken van, als mijn macht gegeven wordt, is dat gelijktijdig ook het recht om van deze macht misbruik te maken voor mijn eigen beter te maken? Dat is die vraag daarbij. Ja. En dan moeten we ons nog wel een keer afvragen, hoe gaat de mens vandaag de dag met dieren om? Mm-hmm. Ja. Ja, want God spreekt hier heel duidelijk over een macht die we hebben, over alles gedierte de aarde, over alle gevogelte, op alles wat zich op de aardbodem roert, alles wat leeft dus. Ja? Daar hebben wij macht over gekregen. En vandaag de dag gaan we deze macht alleen maar misbruiken. En dat begint bij de dieren en dat zet zich voort op de mensen. Er was eens een keer een heel slimme Rus, ik denk dat was Tolstoy, die gezegd heeft, als lang als er slachthuizen zijn, zullen er slachtvelden zijn. Ja. Dus met andere woorden, als je al dieren kunt doden, dan is de grens om de mens te doden ook niet meer al te ver. Niet waar? En zeker niet meer in de maatschappij in die we vandaag de dag leven, waar het bepaalde mensen alleen om te doen is om een of andere knop te drukken, en daarmee te zorgen dat duizenden, honderdduizenden of misschien zelfs miljoenen van mensen hun leven uit moeten blazen. Ja. Ja? Ik vind in deze ene zin hier staat natuurlijk ook omwille van dat ik weet hoe de wereld vandaag in elkaar zit, maar daarom vind ik in deze zin, in deze vers, heel veel informatie daarin staan. En dat we eens een keer daarbij stil zouden moeten staan, wat doen we met die macht die ons gegeven is? En dat is altijd zo die punt, hè? Je kunt dingen gebruiken voor het goede en je kunt dingen gebruiken voor het slechte. Ja. En we zien vandaag de dag in deze wereld, waar de meeste mensen door een slechte geest geregeerd worden, dat ze die macht die hun gegeven is, voor het slechte gebruiken in plaats van voor het goede. Ja. Ja, ik heb het ook opgekeken wat die woord bedoelt, precies in die soort. En ja, dat bedoelt terror. Ja? En dat is niet een onzaak. Maar dat is, ja, dat is angst, dat is Terror. Van die mens voor de dieren. De dieren die zijn vreselijk bang voor die mens. Ik zou misschien zeggen dat het de reden is dat die mens misschien ook dan vleeseter geworden is. Ja? Dat die mens die bijvoorbeeld op de zesde dag geschreven worden, die de goede gras eten sollen. Maar nu zijn ze na de zinvloed, zijn de dieren bang. En misschien zijn de mensen ook vleeseter geworden. En dus je hebt als je een mens bent, jij hebt een verantwoordelijkheid voor de dieren. Want die hebben ook een levende ziel. Ja, dat is de punt. En dus dit is ook de reden want, dat ik geen vlees nu eet. Mm-hmm. Ja, sinds, ik denk 2 of 3 jaar of zoiets. Maar weet je, dat is halt die dieren die zijn zo minder belangrijk voor de meeste mensen. Dat vind ik vreselijk. Dat vind ik niet goed. En daar zie ik ook dat die mens niet geen verantwoordelijkheid heeft voor de dieren. Ja? Voor zijn eigen niet en ook niet voor vreemden. En dat is ook, die hebben dan geen respect voor het leven. Ja? Want dieren zijn leven. Mm-hmm. Ja? Ja, dat is het. Als je een plant eet of een appel eet of zo, die heeft geen leven. Maar een dier, daar is leven. Ja? In het bloed is het leven. Ja. Ja? En dus denk ik, dat is ik zou nooit meer vlees eten. Nou, dat is, heb ik heel veel last van vlees eten, ja. Ja, nou, het zou kunnen dat ik dat stadium ook ga bereiken, hoor. Ja. Als het op zijn tijd is, hè, alles op zijn tijd. En, ja. Maar ik sta er helemaal voor open. Ik zag van de week zo'n stopje op Facebook of zo, een grappige filmpjes. En er was iemand en die was met een bal samen met een koe aan het spelen.
Dus hij schopte die bal ergens naartoe. En die koe die galoppeerde achter die bal aan. En die duwde die bal dan met zijn hoofd weer terug naar die mens. En die mens die gooide die bal weer weg. En die koe weer kattenklop, kattenklop, kattenklop. Die waren met z'n tweeën aan het spelen met een bal. En dan denk ik, ja, hoe kan je nou als je hier naar kijkt... En je krijgt er een heel blij gevoel van, hè. Maar hoe kan je dan daarna nog besluiten om zo'n koe te doden om hem op te eten? Dat kan niet. Nou, dat was even een persoonlijke ervaring die ik had toen ik naar zo'n dierenfilmpje keek op internet. Ja, ik vind ook als je een dierenfilm kijkt op internet of op televisie of zo, dat zijn de mooiste filmpjes die je kijken kan. Die maken mij heel rustig als ik die dieren zie. Ja. Dan zie ik elke keer zie ik daar een schepsel van God, ja, als ik zo'n dier zie. Ja. Ja, helemaal met je eens. Wat wil jij zeggen, Jörg? Nou ja, Michael is ja nu een beetje verder gegaan door in Duits omgekeerd de derde vers te lezen, die in Engels dan noemt, dus every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. Dus God maakt op dit moment de mens de meester van de hele aarde, van de hele schepping, min of meer. Mm-hmm. Ja? Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. Dus alles wordt de mens zijn hand gegeven. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook een verantwoording die meegegeven wordt. En dat verstaan veel mensen niet. En zij misbruiken deze, deze verantwoording die hun gegeven werd. Ja? Mm-hmm. Hij zegt in Nederland zegt hem dus, al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. Ja, dus je hebt dit in feite al gekregen, mm-hmm. de macht over het dier, maar nu mocht het ook nog eten. Mm-hmm. Ik veronderstel, ik ken God natuurlijk in dat opzicht niet, en wie ben ik om God te veroordelen? Mm-hmm. Ja. Men vraagt zich natuurlijk af, waarom heeft hem die schepping eerst gemaakt, zo perfect, dat hem op het einde van de zesde dag zei, alles was perfect. Ja, het was perfect, het was zeer goed. Mm-hmm. Ja. Beter dan zeer goed kan hij, ja, volgens mij. Waarom gaat hem dan na de vloed dat hier veranderen? Heeft hem zich bedacht? Nee, God heeft zich niet bedacht. Maar God heeft er rekening mee gehouden dat de mens ondertussen gevallen is. En als alles geschept werd, was de mens niet gevallen. Daarom was het zeer goed. Nu heeft hem een nieuwe schepping, maar die nieuwe schepping is niet meer zeer goed. Ja. Ja? Hij moet de dieren nog allemaal niet meer maken. Hij neemt gewoon die dieren of de dieren verplanten zich gewoon voort die uit de aard lopen en die nu hun leven op deze aarde gaan verder beginnen. En als iedereen zegt van ja, maar dat zijn ja nu ook allemaal vleeseters, ja, dan zal de leeuw de volgende keer als hem iets gegeten heeft, ervoor gezorgd hebben dat een paar soorten uitgestorven zijn, want daar waren ja maar twee van elk soort of zeven van de reine soort. Dus dat heeft wel een tijd geduurd, ja. Nu gaan de evolutionisten natuurlijk opspringen en zeggen van, ha, Jörg zegt dat er evolutie was. Haha, nu heb ik hem. Ja, dat is de punt. Dat is de punt. Die mensen, die zeggen, ah, die dieren die zijn niet belangrijk, want ze als aan de evolutie geloven. Dat is de punt. Die denken, ah, dat is niet belangrijk, dieren, die zijn, is alles Zufall. Ja, by accident. Mhm. Ja, accident. Zufall, ja. Toeval, ja, het is voor toeval. En ja, wat, het maakt niet uit. Ja, dat is een dier, oké, dat kan je eten en dat is lekker en een beetje wijn en zoiets. Ne? Maar als je gelooft in de creatie van de scheppergod, ja, dan zie je dat op heel andere perspectieven. En ja, dan zie je dat als leven in zo'n dier. Ja, en dat is een Art broer van jou, want ze heeft ook een levende ziel. En dat is het punt. En dat zie je niet als je gelooft van die evolutietheorie. Dan zie je dat niet. Dan denk je, oh, alles is toeval en het maakt niet uit. En ja, and, having fun en sex, drug, rock and roll en alles andere, dat is niet belangrijk. Ik voel mij, ik ben het belangrijkste element in het universum. Ja. En dus, zij zien dat niet. Zij zien niet dat de dieren zo ook gevoelen hebben en dat die ook kwaad zijn en blij zijn en zo. Dat zien die niet. Die zien het dier als, ja, dat is eine Art plant, ja, die sich beweegt.
ja? Ja, ja. Maar zij zien niet dat die dier ook een belangrijkste onderdeel van de schepping of de Schepperchot is. Dat zien ze niet, want zij geloven in dat Prinzip Toeval. Ja. Also akzeptieren nicht, dass Dieren so als Menschen Emotionen haben. Ja, Emotionen. Ja. Und Präferenzen, Charakter. Ja. Und das lebende Ziel sein. Ne? Das sehen sie nicht. Das ist für ihn ist nicht belangreich. Das ist, das muss, ja, das muss lecker sein. Und lecker essen. Und ich muss Fleisch haben. Ich höre heel. Heel vaak dat mensen toen mij zeggen, wat, je eet geen vlees? Ah, dat kan ik niet, dat kan niet. Ik moet vlees hebben, ik moet vlees hebben. Ja, ik was 20 jaar geleden was ik bodybuilder en ik kan je al vertellen hoeveel vlees ik gegeten heb. Ja? Mm-hmm. Ik heb ja, also heel veel vlees, 300 tot 500 gram vlees per dag. Oh. Ja, per dag, 500 gram vlees per dag bijvoorbeeld. En je weet ook proteïne. Dat er bodybuilders bestaan die op vegane voeding leven, ne? Ja, dat weet ik ook. Maar dat het, ja. Nou, maar, ja, jij moet veel proteïne hebben en zoiets, maar dat is nu niet belangrijk. Belangrijk is dat ik op een punt, als ik mijn vriendin ontmoet heeft, zij was vegan, zij is vegan en haar dochter ook. En dus voelde ik mij niet zo aardig als ik de enige was in de familie die vlees eet. En dus heb ik het immer minder en minder en minder. Het wordt immer minder en minder. Ja, en dat is ook een van de goede dingen die gebeurd zijn in mijn vriendschap met mijn ex-vriendin. Huh? Dat is ook heel mooi dat ik nu een andere Perspektive heeft, want zij hadden dieren, 10 dieren thuis, en dus heb ik dan een andere gevoel gehad voor de dieren dan. Huh? Mm-hmm. Dat is heel mooi en dat is dat wat hier in de eerste Mose 1 zegt, dat ja, dat ook ja, ik weet niet wie dit uitleggen zal, maar je ziet dat ja, het is de tweede keer dat God nogmaals probeert dat die mens hier een basis heeft op dit aarde, mm-hmm. denk ik. Dat is een, ja, maar het is niet de originele. Ja, origineel is ordineerd dat jou planten heeft en fruiten heeft en zoiets en zo en daar. En dat is heel, heel mooi, hè? Want je moet niets doden. Ja, je moet niets doden. Je kan niets doden wat niet leeft. Wat geen leven heeft, wat geen bloed heeft. Ja. Dus voor mij moet geen dier en geen levende wezen worden vermoorden. Ja? Dat moet niet. Mm-hmm. Dat moet helemaal niet. Ik zou het niet goed vinden. Ja? Ik mag het niet eten. Ja? En je ziet nog voor die pagan people, heidnische mensen, mm-hmm. Voor die niet aan God geloven en bijvoorbeeld niet aan de God van de Bijbel geloven, ja, die eten zo ook mensen, bijvoorbeeld. Ja. Ja, gisteren hebben we een lezing gehad over de Maya's, mm-hmm. ja, in Mexico bijvoorbeeld, en die hebben heel veel mensen gegeten, ja. En dat was een ritueel, dat was een eer was dat. Dat kon je hebben, dat was ordineerd. Ja? Daar moet je belangrijke persona voor zijn. Dat durft niet de gewone mens. Ja, daar moet je een hele hoge persoon voor zijn, dat je ook mensen eten mocht. Mm-hmm. Ja, het is zo 180 graad, ja, mixed up is de wereld. Ja, die wäre das ist satanistisch, ja? Ja. Ja, das klopt helemaal. Okay, dann haben wir Vers 3 auch gehad. Wil jij nog wat toevoegen als laatste, Jörg, of wil je verder gaan met vers 4? Naja, wir gehen direkt verder. Ich wollte immer sagen, von da nu een Diskussie te beginnen over Veganisme, Vegetarisme, of dat man auch Fleisch moet gaan eten, was eigentlich nicht mijn Bedoeling. Mijn Bedoeling was van. Dat God ons hier een bepaalde macht geeft, mm-hmm. ja, en dat wij vandaar daarop deze wereld zien hoe dat de mens deze macht gewoonweg misbruikt. Want ja. Het is toch niet omdat iemand
schrik voor mij moet hebben. Hè? Gelijk Michael juist zei, hij heeft dat woord opgezocht in Esort. En dat is dat woord terror in het Engels. Hè? Mm-hmm. Ja? Het is niet om willen dat iemand schrik voor mij moet hebben. Dat ik deze schrik moet misbruiken. Mm-hmm. Dat ik daarvan gebruik moet gaan maken om die mens in schrik te houden. Of dat dier. Ja? Mm-hmm. De mens of dat dier. Om mijn eigen voordeel daaruit te halen. En dat is dat wat nu spijtig genoeg in deze aarde zo is. Maar God heeft dit moeten doen wat hem hier doet. Want de aarde, dit, als we dat een tweede schepping willen noemen, want in feite is het ja met 8 mensen te beginnen, is ja bijna alsof dat alles nieuw is. Mm-hmm. Ja? Deze tweede schepping is toch anders dan de eerste, omdat de mens nog altijd een gevallen mens is. Mm-hmm. Ja? En daar heb ik ganz andere voorwaarden daaronder. En daarom gaat hem dat nu in enige veranderen. Waarom in de eerste schepping zei, aan jou geef ik alles groen van de planten en alle zaden en alle fruitdragende bomen, alles erop en eraan. Voor jou zal het als vlees zijn. Mm-hmm. Zegt hem nu, dat hem al ons dat al gegeven heeft. En dat hem ons nu al dat groene spul geeft, dat hem ons al gegeven heeft. En dat heeft hem ons al gegeven. En nu zal even ook alles wat zich beweegt. Een vlees voor ons zijn. Wat zich beweegt. De mm-hmm. planten staan stil, beesten leven. Alles wat zich beweegt. Ja. Sommige mensen interpreteren dan dat wat Michael gezegd heeft en zeggen van, ja, mens beweegt zich ook, dan is ook een mens vlees voor mij. Huh? Bij wijze van spreken. Ja, maar kijk wat dat voor een verschil is. Ja? De God, ja? De God, de schepper God, ja? Die heeft Jezus Christus gestuurd voor de mensen, ja, en heeft zijn eigen zoon gegeven, ja, en de mensen die eten dieren, ja, dus God bekijkt de minderwaardige mens en die heeft hem lief, ja, en die stuurt zijn eigen zoon, mm-hmm. Jesus Christ, to save the people, mm-hmm. ja, sorry. Mm-hmm. Maar de mens, ja, wat doet die met zijn minderwaardige creaturen, mm-hmm. ja, ja, dat maakt ze dood, ne? En eet ze. Ja, dat was... Ja, de mens misbruikt zijn macht, die hem hier gegeven is. Dat is in feite alles waar ik bij deze vers op neer wou. God geeft de mens macht en de mens misbruikt die macht. Dat is het punt die ik wilde zeggen. Zeker als we kijken naar hoe dat vandaag de dag in 2019 en de afgelopen 100 jaar met beesten op deze aarde omgegaan wordt. Er was ook een tijd, daar heeft men beesten anders behandeld, hoor. Maar de laatste 100 jaar is dat... loopt het echt de spuitkaarten uit, ja. wat er op deze aarde gebeurt in dat opzicht. Ja? Ja. En dat is zo, en God heeft dat zo geordineerd, omwille van dat hij bij deze, ik noem het tussen aanhalingstekens, tweede schepping, daarmee rekening gehouden heeft, mm-hmm. dat die onder andere voorwaarden is als daarvoor. Ja? Dat moet veranderd worden. De mens moet andere regels gaan krijgen. En de mens moet ook verantwoordingen krijgen. En zie hoe dat er met die verantwoordingen omgaat. En dat zie je hier dus. Ja? Dus in vers 3 dan, in de King James Bible, noemt het dan, every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given all things. Maar dat wil doch daarom niet zeggen dat ik de dieren moet slecht behandelen. Of dat ik ze moet, ja, in Duits zeggen we kwelen. Wat is dat in Vlaams? Ja, kwellen is het ook. Kwellen, hè? Pijnigen, de dieren, dat wil dat toch niet zeggen. En als je dan ziet hoe dat in sommige slachthuizen afloopt vandaag de dag, allee, ik wil daar liever niet binnenkijken, maar wat ik daarvan gehoord heb, dat is voor mij in feite al genoeg. Hè? Mm-hmm. En dat is dus niet dat wat God beoordeeld heeft, maar daarom hebben de dieren schrik voor ons. Is dat niet spijtig dan dat we in een wereld leven waar we niet naar een leeuw naartoe kunnen gaan en hem gewoon niet zo marmen? En daarmee kunnen knuffelen en daarmee spelen. Huh? Daarom kijk ik zo naar de volgende aarde die komt en de volgende hemel die komt. Daar is dat mogelijk. Huh? Daar gaat de leeuw met het lam gaan spelen en het kindje gaat met de leeuw spelen, bij wijze van spreken. Zoiets in die soort staat het in de Bijbel daarin. Ja, maar die tijd kijk ik uit. Ja, dat was ook met mijn snuf. Die is een predator.
Ja, maar roofdier. Het was de... Huh? Een roofdier? Roofdier, ja. Ja, een roofdier. En dat was de enige roofdier die we ooit gehad hebben. We hebben zo 12 stuk. Ja, was de enige waar alle kinderen niet bang voor waren. Mm-hmm. Ja, die heeft niet één keer een kind gebeten. Ja, mm-hmm. Ja. En dus dat was de hemel op aarde met hem. Ja, dat was de hemel op aarde. Dat was was zo lief en zo rustig en zo relaxed en sportief en zo. Mm-hmm. En iedere keer vraagt me aan, ja, waar schnuff. Mm-hmm. En die andere dieren die we hebben, katten en zoiets en ook andere ferrets die we hebben. Und, nee, die Kinder, die hebben da, waren da bang van. Ja? Die waren bang van. Nee, dat was nur deze. Deze was heel, heel speziell. Ja? Ja, en dat is precies het wat Jörg bedoelt, dat in de toekomst, in het nieuwe leven op de nieuwe aarde, met de nieuwe hemel en nieuwe aarde, ja, daar is de situatie helemaal veranderd. Daar heb je nu nog liefde, daar heb je geen last van, van terror of boosheid of zoiets, ja. Daar is geen zonde, ja. Dat is zo mooi. Ik denk dat daar ben je niet in staat van dat je dat kunt jij voorstellen. Ik denk niet. Je bent opgegroeid op deze aarde, onder deze conditie hier. En je kan je dat niet voorstellen wie dat leven zou zijn op een nieuwe aarde, onder een nieuwe hemel met Jezus Christus. Ik kan mij dat niet voorstellen. Ja. Ja. Mooi gezegd. Word er een beetje stil van. Pak hem maar door, Jörg. Ja. Als we dan naar vers 4 gaan, dan staat in de koning James geschreven, but flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. Ja, wil je het eerst eens een keer in Nederlands en Duits voorlezen, voor we daar verder over gaan? Nou, vers 4 in de Statenvertaling. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. Nu Michael. Nur dürfte das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Und hinter Leben steht hier in der deutschen Schlacht da eine Obmerking. Ein Obmerking steht da. Da steht da Seal. Ja, sein Seal. Ja. Ja. Vier, okay. Nee. Und das hier siehst du an? Nee. Boven. Ja. Ja, Moet erop klikken. Achter leven is dat die 1 en dan moet je op klikken en dan verschijnt dat. Ja. Oh, wacht even. Dan ga ik dat toch even proberen. Ja, die 1. Ja, deze 1, daar moet je op klikken. Ja. Zijn ziel. Dat wil zeggen, een andere vertaling staat er. Er staat een andere vertaling, zijn ziel. Ja. Dus in feite zegt de Bijbel hier, wij vertalen dat als leven. Mm-hmm. Ja? Zijn leven is er nog in. Maar in een andere vertaling staat erin zijn ziel, his soul. Mm-hmm. Ja? En we weten ja dat God de mens een levendige ziel gemaakt heeft. Mm-hmm. Ja? De mens heeft geen ziel gekregen, maar hij is een ziel geworden. Heel belangrijk. Ja. But the flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. Dat wil zeggen... En dat is ook interessant, die Israëlieten bijvoorbeeld, over die we ja nog later nog mee bezig houden, dat gehele Oude Testament gaat ja voornamelijk over de Israëlieten, het volk van God, die hebben zich heel vaak natuurlijk, niet altijd, maar heel vaak aan de regels, aan de dieetregels van de Heer gehouden. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat ze dus die dieren hebben laten uitbloeden. Ja. Wat doen wij vandaag de dag, als jij in een restaurant gaat en daar bestelt iemand een steak, saignant, of Engels, ja? Ja. Die bestelt het bloedig. Ja. Met het bloed er nog in. Ja. Dat wil zeggen van hij wil dat leven dat er nog in is. Hij wil dat opnemen op zich. Ja? Je hebt toch zo dingen als bloedworst. Ja. Heb ik heel mijn leven niet kunnen gaan eten. Dat werd mij altijd al slecht als ik er alleen al aan dacht. Maar zelfs als ik nog vleeseter was. Maar dat mogen we dus in feite niet eten. En heel belangrijk is dat we in deze zin verstaan... Hoe noemt dat in de Nederlandstalige? Daar kunnen we nog een keer die
Statenvertaling auch gut, danke. Doch het vlees met zijn ziel, dat ist sein Blut, zult jij niet eten. Dus dat bloed is een staat voor de ziel. Ja? Mm-hmm. En in Duits ook voor het leven. En we zeggen, of het staat geschreven, dat zonder het vergieten van bloed geen vergiffenis van zonde is. Mm-hmm. Dus er moet leven voor leven staan, tegenaan staan. Wel, dat is de regel die de hele Bijbel doorgaat in feite. Ne? Mm-hmm. Alleen met bloed kun je bloedvergieten terugvergeven. Mm-hmm. Daarom is Jezus Christus aan het kruis gegaan en was het zo belangrijk dat hij zijn bloed vergoten heeft voor ons. Ja. Daarom was het zo belangrijk dat, ik weet niet of dat ik dat gehaal volledig zal geloven. Ik heb daar een klein beetje moeite mee, maar misschien kom ik ooit een keer tot het verstand om het zo te begrijpen gelijk het moet begrepen worden. Mm-hmm. Ron Wyatt, die een archeoloog is, die onder andere die ark gevonden heeft, dus de ark van Noah, en die de pas gevonden heeft waar die Israëlieten door de Rode Zee gegaan zijn op vlucht in die Exodus, mm-hmm. en die de echte Mount Sinai gevonden heeft en de gespleten stone waar water uitkwam en al van die dingen, die beweert ook dat hij de ark, de bondeslade gevonden heeft, dus die Ark of the Covenant. Dat is dus de Ark des Verbonds, ja. Ja, dat is dus die kist waar de 10 geboden opbewaard werden en die rechts en links geflankeerd was van een cherub, die dat bewaakt heeft. En hij zegt dat deze, dat is ja in feite de mercy seat, ne, de zit van de genade, mm-hmm. ja, die ja altijd in de tempel was. In de, eerst was die in de stiftshut, dus zo noemen ze dat tent dat er gebouwd was als de Israëlieten door de woestijn gingen en dan later als we een koning kregen, koning David heeft dan een tempel laten bouwen of beter geplant en Salomon heeft die tempel gebouwd en die is dan vernietigd geweest door de Babyloniërs, dan hebben ze hem terug opgebouwd, dan is hem vernietigd geweest door de Romeinen en nu willen ze nog een derde bouwen, dat is weer een andere zaak, daar wil ik nu ook niet over spreken. Mm-hmm. Maar dus in die tempel zijn er dan altijd die offeringen, hebben al die offeringen plaatsgevonden, de hoge priester heeft eerst een keer voor zijn eigen zonden gedood en dan heeft hij voor de zonden van het volk gedood en dat bloed werd dan gesprenkeld over de zetel van de genade en dat was dus die plaats op deze bondslade. Mm-hmm. En waar ik dus op neer wil is dat Ron Wyatt beweert dat hij deze bondslade gevonden heeft en dat die staat in Calvary, ingegraven. En dat het kruis van Jezus Christus daarboven was en als die Romein met zijn speer Jezus in de zij gestoken heeft om te zien of dat hem dood was, want er staat ja geschreven dat hem geen been mag gebroken worden, want normaal gezien gekruisigde mensen altijd de beenderen gebroken werden van de benen, ja, rechter en linker been, de knieën werden gebroken om te zien of dat ze nog leefden. Dat werd bij Jezus niet gedaan. Maar als hij dus met die speer gestoken was, is ja bloed uit zijn lichaam uitgevloeid. Mm-hmm. En Ron Wyatt nu beweert dat het bloed van Jezus op de grond en door de grond in die grot gegaan is, waar deze zit van genade is, ja, dus de bondslade. Mm-hmm. En dat dus dat bloed van Jezus Christus precies dat gedaan heeft wat al die jaren daarvoor al dat bloed van de dode dieren gedaan heeft, namelijk om voor de vergevenis van zonde daarop te komen. Mm-hmm. Ik weet niet of ik dat mag geloven, want vreemd genoeg, die toegang vind je vandaag de dag niet meer. Ik weet het niet. Eerlijk gezegd, ik ben daar een beetje... Misschien ben ik daar een beetje de ongelofelijke Thomas. Ik weet het niet. Mm-hmm. Het spijt me als dat zo is. Maar het is in elk geval allemaal uitgaande van deze vers 4 in Genesis 9. Het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult jij niet eten. Dus in dat bloed zit het leven. Dat is heel belangrijk. En dus als wij bloed eten of bloed drinken, ja, dat kent je ook van satanisme. Mm-hmm. Ik bedoel, als je deze vers goed verstaat, dan weet je ineens waarom dat deze satanisten bloed willen drinken. Dan versta je ineens waar het verhaal van Dracula vandaan komt, van de vampieren, hè? Die dat bloed moeten hebben om te leven. Want die hebben zelfs geen leven in zich, dus moeten ze leven drinken om leven te hebben. Mm-hmm. En dat houdt natuurlijk maar een bepaalde tijd. Ja? Dus dat is eigenlijk een heel, heel, heel belangrijke zin. Ook omdat we een keer beseffen van, als ik mij naar Gods wetten wil gaan voeden, zelfs met vlees,
dann mache ich das Blut, das in dem Fleisch ist, nicht opeten. Dann muss ich dafür sorgen, dass das vollledig ausgelobt ist, auf Vorhand. Hm. Dann ete ich kein Steak Saignon. Dann ete ich das Fleisch durchbacke, dass da kein Blut mehr in ist, ja, dass da kein Zappe mehr in sein. Dann smakt er natürlich nicht mehr so lecker. Naja, lecker smaken, da ist ja wieder Pläsier für mezelf. Ja. Sieht er die kleine, smalle Grenze, die da ist, tussen Gott te gefallen en zichzelf te gefallen. Mm-hmm. Ja? En vandaar vind ik die vers 4 en feite heel, heel belangrijk, dat we beseffen van in het bloed is dat leven. Daarom heeft Jezus zijn bloed voor ons gegeven, want met zijn bloed, met zijn leven, geeft hij leven aan ons terug, die wij dood zijn. Want wij zijn geboren in overtredingen en zonde, mm-hmm. als Paulus zegt in het, het boek van de Romeinen, als ik me juist herinner. Ik denk dat is kapitel 5 of zo. Kunnen we daar eens een keer nakijken als je dat wilt, maar ik weet het nu echt niet van buiten. Maar dat staat er zo in de Bijbel en we zijn allemaal geboren in zonde en overtreding. Kan ik het erbij pakken? Hebben de... Nou, kunnen we het doen. Romeinen hoofdstuk 12, hoofdstuk 5 zei je? Ja, weet ik niet. Tip gewoon in born in trespasses and sins. Of gewoon trespasses and sins. Born in, ja, ja trespasses and sins. Trespasses. Zo, hè? Nee, één S. Ja. Oh, N-S, ja, ja. P-A-S-S-E-S, en sins, S-I-N-S. Dat zou in het Nieuwe Testament moeten staan. Ik dacht het was Romeinen, maar ik ben niet helemaal zeker. Efeze. Ah, voilà, Efeze 2:1, daar staat het. En you hath he quickened, ja, jullie heeft hem tot leven gebracht, hij, Jezus Christus, mm-hmm. die geboren was in zonde en die je dood was, in overtreding en zonde. Ja. Ja, Efeze 2:1, daar staat het. Ja. Dus door zijn bloed zijn wij tot leven gemaakt geweest. Quickened, the quick and the dead, mm-hmm. dat heb ik vroeger ook nooit niet verstaan. The quick staat niet voor snel, rap te zijn, mm-hmm. maar het staat voor leven te zijn. Ja. The quick and the dead zijn de levenden en de doden. En jullie heeft hij levend gemaakt die jullie dood waren in overtredingen en zonde. Ja. Ja. Heel, heel interessant. Heel duidelijk. En dat heeft hem dus gedaan met zijn bloed te geven. Ja. Ja. Daar komen we ook later nog een keer toe als we aan Abraham en Isaac komen en zo dergelijke dingen meer. Mm-hmm. Maar dat is een heel belangrijk punt. En daarom zegt God eigenlijk in dit vers, niet met deze woorden, maar ik denk dat het zo te verstaan, het bloed is heilig. Mm-hmm. Want het leven is heilig. Als het leven niet heilig was, dan kon ik je ook doden. Maar het zesde gebod van de Heer zegt van, jij zult niet doden. Ja. Ja? Dus, ik wil daar niks in interpreteren in de Bijbel. Ja? Ik wil niet zeggen van, dat er iets is wat er niet is. Maar volgens mijn verstaan is dat bloed dat ik zeker niet mag eten, mm-hmm. omdat het leven is, is het heilig. Mm-hmm. Daar mag ik niet aankomen. Heel duidelijk. Oké, waar zijn we gebleven? Bij vers... We hebben de Duitse nog niet gehad, of wel? Van vers 4. Aha. Ik hoor. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, ja. sein Blut noch in ihm ist. Ja, die hebben we wel gehad. Okay, ja. Haben wir schon gehabt, ja. ne, mit der Seele. Yes. Ja. Die goede verduidelijking. Gaan we direct verder met vers 5, ja, kom maar. Als je dan toch daar bent. Oh ja, Michael, pak hem maar door, ja. Ja. Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von der Hand des Menschen. Von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Oké. Okay. Nou, zal ik hem even doen, dan terug in de volgorde. In het Nederlands. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen, eisen. Van de hand van alle gedierte zal ik het eisen. Ook van de hand des mensen. Van de hand eens igelijken zijns broeders, zal ik de ziel des mensen eisen. Nu de King James. Ja, en de koning James dus. And surely your blood of your lives will I require. At the hand of every beast will I require it. And at the hand of man, and at the hand of every man's brother will I require the life of man. Ja, ik heb eerlijk gezegd een verstaansprobleem hiermee. Mm-hmm.
Maar gelukkig zijn we ja hier met z'n drieën. En ik ben ja niet hier degene die altijd maar zegt, daar gaat het lang. Kan een keer iemand anders overnemen. En kan mij misschien eens een keer uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. Dat hem zegt van, your blood of your lives will I require at the hand of every beast will I require it. Wat wil dat precies zeggen? Ja. Ik had juist gehoopt van, nou, Jurk gaat het uitleggen. Nee, ik weet dat deze vers, dat ik daar ooit, dat ik wist wat dit bedoelt. Maar ik weet het nu niet op dit moment. Ik moet er een beetje tijd voor hebben. Nou, vind ik ook goed hoor, dat we allemaal, dat we met z'n drieën hier eens even over na gaan denken. Dat we deze ja, dan even... De bloed van de mensen, die is meer belangrijk als dat bloed van de dieren. Mm-hmm. Ja, dat is op de eerste manier, dat wat ik hier verstaan. Ja, ja, ik moet dat als eerste. Ik moet overleggen en interpreteren en in Nederlands praten op dezelfde tijd. Ja. Dat is niet een beetje moeilijk nu. Ik heb een voorstel. Laten we het volgende vers oppakken. En dit even in de herinnering zetten. Ik maak wel een aantekening. En dan de volgende vers, en die lezen we dan weer door. En dan houden we dit allemaal in gedachten. En dan de volgende keer dat we weer bij elkaar komen, dan gaan we aantekeningen vergelijken met wat de ene heeft verzonnen en wat de andere heeft verzonnen. Maar we komen er toch uit, is dat nou. Ja, dan lees ik maar in vers 6 verder. Hè? Ja, doe maar. Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of God made he man. Ja, en dan in het Nederlands. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden. Want God heeft den mens naar zijn beeld gemaakt. Ja, en altijd, Duits is het laatste als je in de Nederlandse uitzending bent. Ja. wer menschenbloed vergießt, dessen bloed zal auch durch Menschen... Bin ich jetzt im richtigen Vers? Ja, ja. Ja. Mhm. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ja. In feite, was hier in diese Vers staat, ist der oude testamentale Versie van de Sprüche, die wir later noch kennen, wie mit dem Zwart. Tod soll durch das Zwart getot worden. Mhm. So ist mein Verstand zumindest von dit. Deze passage hier. Ja. Anders kan ik dat voor mij persoonlijk niet verstaan. Hè? Als je dat bloed van mensen verspilt, bij man shall his blood be shed, dus van die zal ook dat bloed van mensen gespild worden. Dus als jij iemand neersteekt, dan zal je ook zelf neergestoken worden. Dus wie dood met het zwaard, zal gedood worden met het zwaard. Zo versta ik dat. For in the image of God made he man. Dus dat wil zeggen, want God heeft ordineerd dat die mens de dieren mocht eten als die bloed niet meer in dem is. Mm-hmm, ja? God heeft niet ordineerd dat die mens de mens mocht doden. Of eten klopt. Of zoiets. Ja, ja, en de mens, ja, en die mens die heeft de 10 geboden, is dat toch geboden? Ja. En in de 10 geboden, daar staat geschreven op de 6e geboden, je mag niet iemand doodslaan. Klopt. En dat was ja ook de bedoeling bij Cain en Abel. Ja, ja. Ja, op dit moment als Cain Abel heeft vermoord, ja. Dan moet hij vertrekken. Dat was een heel grote zaak. Ja. Ja. Klopt. Ja, dat is moeilijk in Nederland. Nou, je komt er prima uit hoor. Dus je komt heel helder over. Dus, don't you worry.
En ik ben het ermee eens dat dit gaat dus om dat het... Je mag zijn mensen bloed, en het bloed is dus de ziel, daar mag je niks mee doen. Je moet de mensen respecteren in die zin dat ze een eigen lichaam hebben wat jij niet mag kapotmaken. Nee, ik versta het zo in die zin van, en daarom staat het ermee bij, in the image of God made he man. Het komt daar wel over van als je een andere mens doodt, dan dood je God. Ja, ja, dat is de bedoeling waar ik had op gaan kijken op de Nederlandse Statenvertaling. Oh, oké. Okay. Mm-hmm. Ja. Dus ja, ik probeer mij door de Heilige Geist die waarheid te laten leiden en probeer zelf tot dat verstand te komen. Maar het maakt voor mij anders geen zin. Het maakt alleen maar zin van als je, hij zegt in feite, bij wijze van spreken, als je een andere mens doodt, dan dood je iets van God. Ja, 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 ja. Als die God zelf, bij wijze van spreken. En dat is een heel zware overtreding uiteraard. Hè? Ja, je doodt dus, naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. Ja, dat is kapitel 1, vers 27. Ja, ja. Ja. Hm? Ja. Ja, dat klopt hem. Ja, dan dood je dus een beeld, dat beeld wat God van zichzelf heeft gemaakt, dat dood je dan. En dat is niet de bedoeling. Ja, en God heeft gezegd in de creatie, in de dagen van de creatie, ja, en God zag wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed, ja, als hij de mens gemaakt heeft, was het zeer goed, het was niet goed bij de, als je de dieren gemaakt hebt, maar het was zeer goed, zo, daar is een andere level, ja, verschillende levels dat, ja. De kroon op de schepping heet het ook wel. Ja. Nou, dan pak ik even, doen nu een andere volgorde. Dan pak ik als eerste de Nederlandse op vers 7. Maar gij lieden, weest vruchtbaar en vermenigvuldigt. Teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Nou, dan ga ik even door. Ik pak hem er even. Voort zeide God tot Noach en tot zijn zonen met hem, zeggende: maar ziet, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u. Daar stop ik. Dan mag jij hem oppakken, Jurk. Ik hoor even niks meer. Ja, misschien is hij gebeld worden. Je hebt een handy gehoord. Of ja, ik hoorde ook een handy. Nou, dan mag jij met je Duits als tweede. Ja, oké. Okay. Waar moet ik starten? Bij 7? Huh? Ja. 7, hè? Huh? Ja. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Und Gott redete zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sprach: siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Ja. Und dann, auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allerlei Tieren der Erde bei euch, mit allem, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Mag ihn mal auf das Ende. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von den Wassern der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Ja, prachtig. Ja, dus da siehe, da moet je nie bang sein in Nederland, ja. Mhm. want da soll geen Sintflut mehr kommen. Hm? Ja. Das ist... Excuseer, ik kreeg juist een telefoon, dan moest ik eventjes een keer aan. Ja, dat hadden wij al bedacht. Ja. Je was geëxcuseerd. We hebben ons wel vermaakt hoor. Nu was Michael dan als eerste en hij heeft voorgelezen tot en met vers 11. Dus als jij hem wilde, Jurk, mag je 9 tot en met 11 doen. Wat raaste jij daardoor? Ja, ja. Ik heb vers 8 zelfs nog niet gelezen. Oh, ja, dat klopt, ja. En vers 7 zelfs nog niet. Want jij was daarmee bezig. Precies, ik was bezig met... Ja, exact, vers 7. Ja. Nou, vers 7 tot en met 11. Dat hebben wij nu net gedaan. And you be ye fruitful and multiply. Bring forth abundantly in the earth and multiply therein. Dus nog een keer een opvordering eigenlijk van wat hem al in het begin gezegd heeft. Hè? Ja. In vers 1, een herhaling daarvan. And God spake unto Noah and to his sons with him, saying...
And I, behold, I establish my covenant with you and with your seed after you, and with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you, from all that go out of the ark to every beast of the earth. And I will establish my covenant with you. Neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood, neither shall there any more be a flood to destroy the earth. Yes. Gut. Als wenn ich ja die deutsche Bibel damit beinehme, die Michael unterdessen ja auch vorgelesen heeft, dann als wenn ich ja an Beginn von dem Kapitel start, kriegt, dann start er eine Überschrift, ja, ein Headline. Und die Headline ist Gottes Bund mit Noah. Ja. Ja? Dus Gott macht ein Covenant, ein Bund mit Noah. Wo er nennt hier ein Bund in Deutsch, ein Hundert in Nederlands nennt, das weiß ich nicht. Ein Verbund. Ein Verbund, okay. Aber das ist nicht juist, ne? Weil das ist nicht mit Noah. Er sagt hier sehr deutlich, zumindest in meinem King James Bible und die Bibles von Julie Oak, sagt ihm deutlich genug, I establish a covenant with you and with your seed after you. Ja. Dus dat geldt voor alle nachfolgende generaties ook. Niet alleen maar voor Noah. Ja? Hij vertelt het aan Noah, omdat hij al die andere mensen natuurlijk niet ziet. Ja? Die zijn daar nog niet. Maar die bond is niet alleen met Noah. Die bond is met Noah en al zijn nakomen. En nu gaan we een keer iets heel interessants een keer gaan vragen. Want tenslotte is dat ja hier een Bijbelstudie. Daar zijn toch zoveel mensen die zeggen van, ja maar de rot van het Oude Testament, dat is toch de rot van de Joden. Maar wie zijn dan alsjeblieft al die nakomen van Noah en Noah zijn familie? Ja, ja. Dat zijn niet alleen maar die die in de rechte lijn werken. Die lijn die God beloofd heeft te beschermen en te beschermen in Genesis 3:15. Ja? Ik wil vijandschap zaaien tussen jouw zaad en haar zaad. En zij zal u hoofd verbrijzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen. Ja? Daar gaat het niet over. Hier gaat het over de hele mensheid. Ja. Want na de vloed zijn alle mensen doodgegaan. Door de vloed zijn alle mensen doodgegaan. Dus als God hier een bond opricht, of een verbond opricht, ik wil niet de juiste woorden gebruiken, verbond, hè? Als God hier een verbond opricht met Noah en al zijn nakomen, zoals je staat, and with your seed after you, dan wil dat zeggen dat is een verbond met alle mensen. Ja. Dus hij is de God van alle mensen. Hij is niet alleen maar de God van de zogenoemde Israëlieten of van de Joden. Hij is de God van alle mensen. Hij was het al voor de vloed, want hij heeft Adam en Eva geschapen, die de oervaders of oerouders zijn, laat ons maar zeggen, van alle mensheid van voor de vloed. Dan zijn 8 mensen gered geweest, die zijn terug begonnen. En met deze heeft God een bond gesloten en hij heeft dat gedaan met de ganse mensheid. Ja. Hij heeft met de ganse mensheid een bond gesloten. Het staat in de Bijbel op verschillende plaatsen geschreven. For so much did God love the world that he sent his only begotten son. Ja? Zo zeer hield hij van de ganse wereld dat hij zijn zoon gestuurd heeft. Jezus Christus is niet gestorven voor die mensen die in hem geloven alleen maar. Hij is gestorven voor iedereen. Hij is gestorven van Adam tot en met de allerlaatste mens op deze aarde, welke naam die ook mogen zijn. Iedereen die ooit op deze aarde geleefd heeft tot nu toe en die in de toekomst nog gaat leven, voor ieder van die mensen is Jezus gestorven, omwille van dat hier God een bond maakt met de ganse mensheid en niet maar met een deel. Niet met toekomstige Israëlieten of Joden of weet ik veel wat, maar met de ganse mensheid. Dat is een heel belangrijk punt. Ook voor de heidenen, ook voor die die hem niet graag zien, ook voor die die hem niet aanbidden. Elke mens is een schepsel van de Heer. Ja? Dat vaak die schepsels achteraf van een andere geest overgenomen en bestuurd worden. Dat is een andere zaak. Maar de mens op zich is een schepsel van de Heer. En de Heer maakt hier een verbond met alle mensen op aarde. With your seed after you. Dus met iedereen die na u komt. Hebt ihr de Statenvertaling hier? Hier staat het toch. Wat staat er dan met die verbond? En ik richt mijn verbond op met u.
dat niet meer alle vlees door de water in de vloed zal worden uitgeroeid, dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. Mm-hmm. Ja? Het is heel belangrijk, vers 9. Ik richt mijn verbond op met u en... Met uw zaad met na u. Met uw zaad na u. Dus iedereen die uit jou voortvloeit in de toekomst. Daar richt ik mijn verbond mee op. Ik vind dat een heel belangrijk punt. Wat heel veel mensen het de wind uit de zegels zal nemen. Als men dat zo zegt, de wind uit de zeilen zal nemen. Mm-hmm. Als ze zeggen van, ja maar de God van het Oude Testament is toch maar de God van de Israëlieten. Ja. Nee, hij maakt hier een bond met de gehele mensheid. Yes. Hartstikke mooi. Een mooie afsluiting. Ja. Ja, ik wou het zeggen, dat is misschien een goed moment om af te sluiten, maar snijd Michael niet af, die heeft misschien ook nog iets te zeggen over dat. Ja, precies. Heb jij nog een mooie afsluiting, Michael? Ja, wij zijn allemaal Israëlieten. Maar ja, dat ga je ook zeggen. Wij zijn... Ja, het spijt me, maar de bedoeling is, wij zijn allemaal van afkomig van die 8 mensen op die ark van Noah. Ja. Ja. En dat is ook een heel belangrijke reden, denk ik, dat jij niet, dat je goed gedrag als je andere mensen ontmoet, ja, op hij een dunkele huid had of een andere taal spreekt of wie dit of deze kenmerken heeft, ja. Maar, dat is ook helemaal van die afkomst van Noah en zijn zonen en zijn vrouw. Dat is helemaal hetzelfde en dat is halt helemaal gewone mensen. Mensen zijn heel belangrijk, want je weet niet wat die mens die met jou praat, wat die voor een bedoeling heeft in jouw leven. Ja? Dus moet je proberen aardig te verdragen met die mens. Dat is heel moeilijk. Voor mij ook misschien. Maar dat is het ook. Jij moet zien dat de mens in het, wat is het in Nederlands, evenbeeld... Van God, het beeld van God geschept is. En dus is de mens is heel belangrijk. Wij proberen zoveel mensen als mogelijk met deze lezingen en in het dagelijkse leven met de woord van God te confronteren en te praten en te, Dat is de bedoeling van deze uitzending, denk ik. Dat is mijn afsluitende woord. Hartstikke bedankt. Ja, het is toch nog maar heel belangrijk om een keer daarop even op te komen. Daar kunnen we misschien de volgende keer op voortgaan. De mensen denken ja dat we vandaag de dag verschillende rassen hebben. Ja? Mm-hmm. Maar we zijn allemaal geschapen van één bloed. Ja? Mm-hmm. Dat bloed een keer hier en daar verschillen heeft, is een andere zaak. Je hebt ook witte schapen en zwarte schapen. Daarom is een zwart schaap nog altijd een schaap. Ja? Ja. Dat is bij mensen ook niet anders. Belangrijk is hier dat hem eben zegt, ik richt mijn bond op met alle zaad naar u. Dus uit deze ene zaad zijn verschillende soorten mensen daarna gekomen. Of dat die nu groen, blauw, rood, geel, zwart, oranje of welke kleur dan ook hebben of wit hebben, dat speelt allemaal geen rol. Met die zaad heeft hij zijn verbond opgericht. Dus een zwarte mens is niet minder een mens die onder het verbond met God staat als u die wit bent of groen bent of weet ik veel wat. Mm-hmm. Dat is ook een heel belangrijk punt om eens een keer te verstaan. Misschien zullen we daar volgende keer nog een keer een beetje meer op gaan ingaan. Weet ik niet. Hartstikke fijn. Dat is een heel interessant punt. Het zal zonder meer... Dit komt aan de orde. Als ik mij goed herinner uit de lang geleden dat ik mij zo verdiept heb in Genesis... Komt dat nog aan de orde? Met de verschillende zonen van Noach. Die ieder zijn eigen gedragingen hadden. En waar sommige christelijke mensen een, naar mijn mening, uitermate verachterlijke rassentheorie uitgedestilleerd hebben. Maar dat wordt een volgende keer. En ik weet zeker dat jij, Jurk, en jij, Michael, en ik dus, wij gedrieën, wij denken precies hetzelfde over rassen. Namelijk, je hebt hondenrassen, paardenrassen, kattenrassen. En van de mens, dat is één soort.
En ja, je hebt inderdaad mensen met veel melanine in de huid en mensen met een grote neus en mensen met bloemkooloren. Maar het gaat erom dat de mens die dient uit dankbaarheid te leven en God te vrezen en meer niet. En dat is het onderscheid. En het rest, dat doet er niet toe. Nou, mannen, hartstikke bedankt voor jullie bijdrage aan dit Bijbellezen. En tegen het publiek, wat hoop ik met de rode oortjes heeft geluisterd, zeg ik op zijn Hamburgs, tjus. En tot de volgende keer, lieverds.